Alweer de vierde aflevering van BZN Ontmoet, hier op de Willem Barents. We varen een rondje langs het IJsselmeer en vandaag zijn we in Urk. Carola, wie hebben wij aan boord als gast? Guus Meeuwis heeft gegaan en Jody Bernal. Ja! Toppers en talenten waren telkens mee, hier bij ons op de Zuiderzee. Dankjewel. En we beginnen het programma meteen met Jody Bernal, die zijn nieuwste single zingt, Un beso más. Que me diste, te gusta.
zomers, van de zomers. Ja, dat is een leuk liedje, Guus, hè? Ja, het is een leuk liedje. Een zomersliedje. We gaan even bij jou over muziek praten. Oh. Mm. Ik heb begrepen dat jullie een andere richting ingeslagen zijn. Nou, dat klinkt zwaarder dan dat het is. Wij hebben een iets rustiger album opgenomen, omdat de liedjes die in die periode geschreven en gemaakt zijn, wat rustiger zijn. Een album is altijd een momentopname. Ik denk dat wij een iets rustiger state of mind periode achter de rug hebben. Je denkt meer na over de muziek, ik zie het. Nou, over de muziek niet, maar misschien over dingen. Dan heb ik begrepen dat hij niet zo lang geleden vader is geworden. En wat doet dat met je? Nou wil je natuurlijk horen dat de muziek rustiger maakt. Dat wil ik niet weten. Nee, het vader worden, dat geeft je echt extra energie. Ben jij ook de enige vader van de band? Nee, sinds kort hebben we een tweede vagante mevrouw erbij. Of ik heb een zoon en er is ook een mevrouw geboren. En Hugo, die heeft een dochter, Bente heet ze. Die andere jongens die moeten gewoon wat meer naar jou luisteren. Ja, die moeten wel wat meer naar jou gaan luisteren nu. Nee, die moeten nog één. Die zijn er, als je zo ziet zitten, dan kun je gewoon zien dat ze nog niet aan toe zijn. Dan waren jullie vroeger een studentenband en tegenwoordig de professionals. Kunnen jullie de dag nog omkrijgen? Oh, dat is geen enkel probleem. Nee, het is nog steeds met nuttige dingen. Met nuttige dingen. Nou, ik heb er dus een taak bij, dus dat scheelt wel. Want als we niets hoeven te doen, dan blijf ik thuis en dan pas ik op. Maar voor de rest, we zijn al 6 jaar bezig en het gaat gewoon goed. En het is nog steeds hartstikke druk. En dat dank ik iedere ochtend godverdomme op mijn blote knieën. Het is gewoon super leuk om te doen, dus het kost geen moeite. En dat is natuurlijk wel leuk. En vorig jaar had je stemproblemen. Ja. Zijn jullie toen ook een tijdje niet gestopt? We zijn 6 maanden gestopt. Echt waar? Ja, ik had een kiestel, mijn rechterstemband was helemaal aan gort. Is dat van zingen gekomen? Ja, ja. Schijnbaar zat er al een kleintje toen wij begonnen en dat is alleen maar groter geworden. En op een gegeven moment, vorig jaar bevrijdingsdag, zei ik, ja, nou heb ik echt, het werkt gewoon niet meer. Je moest iedere keer het setlijsten schrappen. Toen ben ik naar de dokter gegaan en die wist bij God niet wat daar zat. Dus toen zijn ze operatief chirurgisch gaan kijken. En ze hebben het meteen verwijderd. Ja, heb ik al 5 maanden niks mogen doen. En nou is het weer goed. Tenminste, dat hoop ik. Dus wat zijn de toekomstplannen? De toekomstplannen zijn we nu al bezig met de voorbereiding voor een nieuw album. En voor de rest spelen we gewoon door heel het land. En dat is ook waar we goed te zijn. Dat is ook het enige wat we kunnen. Ik beheers iets. Niet veel beheers ik, maar ik beheers het garnalenpellen. Dat ga ik jullie met allemaal. Wat beheers jij? Het garnalenpellen. Het garnalenpellen? Ja. Dat ga ik je nu leren. Ik beheers het cocktailsaus maken. Nou, dan maak jij de saus en dan pakken wij de garnalen en dat gaan we met z'n allen doen. Dus jongens, allemaal naar het voordek. Daar gaan we. We moeten allemaal naar het voordek. Dat gaan we vertellen. Eindelijk! Ja, ik ga. Nee, jongens, gaan we. Kijk eens aan, de garnalen gaan er al. Dit blijven toch? Alle 24. Dus we zitten mee, jongens. Hallo. Allemaal een beetje, allemaal een paar genalen, jongens, daar gaan we. Deze wijs, een beetje wijs. First things first. Meneer Wilwijn, zal ik er één keer voor doen? Eén keer is vast wel heel simpel, dit zo. Had jij? Lukt niet helemaal, maar kijk zo, wat die. Dan is hij meteen klaar voor consumptie. Kijk eens aan. Denk je dat lukt? Dat lukt absoluut, probeer het maar. Jij bent alleen geïnteresseerd in de wijn? Dit zijn die jongens van Vergant, hè? Ja. Hey, die functioneren alleen met wijn op te spellen. En waar leggen we dan de gepelde? In het bakje. Gooi je gewoon in tafel. Zonder cocktailsaus. Maar ik kan jij de cocktailsaus maken? Dat is familierecept. Jongens, het lijkt me leuk. Jij gaat straks die cocktailsaus maken, maar we gaan even met elkaar lekker zingen. Dat hoort bij garnalen, bij water. Hè? Dus we beginnen met een liedje. Garnalen hoort zingen. De Zuiderzeebelade. Ik start hem maar even. Opa, kijk, ik vond op zolder een foto van een oude zoon. Is dat nog van voor de polder, van die oude vissersvrouw? Jappie, dat is een gelukkie, ik was dat printje jaren kwijt. Je hebt nou weer een heel klein stukje van die goede oude tijd. Oh,
de zee. Wat had je gedacht van Jodie is ketelbink, jongens. Die voor de eerste keer naar zee ging. En nooit van haaien had gehoord. Jodie, zing even mee. Die van zijn moeder aan de kade. Was zuchtend lachen het afscheid nam. Omdat die haar niet door. Ben jij anders geworden? Wat is er aan jou veranderd? Chill. Ja, ik heb een baard. Ja, ja. Nee, je bent ben je... Maar je heeft gisteren kwijt. Heel knap weggeschminkt. Jij bent magerder geworden, hè? Ik ben 10 kilo afgevallen. 10 kilo afgevallen. Jongens, gaat zelf plaats. Ja. Het zijn geen kleine dingen, mensen. Kijk, Jody, je bent nu heel bekend, maar je hebt natuurlijk ook momenten gehad dat je nog helemaal niet bekend was en dat je lekker kon voetballen over straat. Ja, maar hoe is het nou om bekend te zijn? Ja, dat is ook natuurlijk fantastisch. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik sta nu hier. Ik zit nu op een boot lekker galaadje te tellen. Maar de mensen, iedereen, je wordt natuurlijk ook aangestaard door meisjes. Ja. Is dat leuk? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb het ook. Is het zo? Word je aangestaan door meisjes? Nee. Jawel, dat is fantastisch natuurlijk. Dat, ja, dat is het droom van elke jongen. Wat heb jij nou bijvoorbeeld voor je vakantie, hè? Vakantiegeld te verdienen? Wat heb ik allemaal gedaan zo in het verleden? Dat vind ik ook wel leuk om te weten. Nou, ik heb vroeger rozen geknipt. Rozen geknipt? Ja, ja. Waar deed je dat? In Schipluiden. Pak bij mij in de buurt. Ja, ja. En ik heb vakken gevuld. Dat heb ik bijna een jaar gedaan. Bij een van de supermarkten? Bij een supermarkt, ja. Dat doe je nou niet meer, hè? Nee. Maar je vond het wel leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, wat een hele gezellige groep. Was heel leuk. Dus heb jij vroeger ook nog een beetje voor zakgeld wat gedaan? Ik ben vuilnisman geweest. Vuilnisman? Nee. Ja, ja. Van vuilnisman? Dat zal zakken. Ja, nou ja, het is een droom. Is nou, ja, natuurlijk. En ik heb aardbeien geplukt. En ik heb in een magazijn gewerkt. En ik ben en dat is eigenlijk ik ben heel lang op het terras gelopen, zoals dat heet. En dat vond ik eigenlijk altijd wel leuk om te doen. Maar ben jij nou zo'n echte student? Want jullie hebben een beetje de naam van de studenten. Nou, niet meer al. Nou, niet meer. Heb jij al gestudeerd? Ik heb. Nee. ik was gewoon fysiek aanwezig. Ja, dames en heren, muziek. Guus Meeuwis en Van Gant met een lied speciaal ontworpen. Guus, dankjewel voor deze sfeer. Hier op het water, de haven in zicht. Ja, ja. Je laat mijn handen los en slaat je ogen neer. Je spreekt het vonnis langzaam uit, je wilt niet meer. Ik zou iets willen zeggen, maar ik mis gewoon de kracht. Nu je ogen niet meer blauw zijn, maar zo donker als de nacht. En ineens is het voorbij en is er geen later. En ineens is het geen storm in een glas water. Maar een somber weerbericht. Het anker wordt gelicht. Jij drijft weg
met de haven in zicht. Ineens woedt er orkaankracht op de open zee. We dansen als een speelbal op de golven mee. Ik zou je willen redden, maar de zee heeft overmacht. Ik zie je verder drijven als een schip in de nacht. En ineens is het voorbij en is er geen later. En ineens is het geen storm in een glas water, maar een somber weerbericht. En het anker wordt gelicht. Jij drijft weg met de haven in zicht. Is het voorbij en is er geen later. En ineens is het geen storm in een glas water, maar een somber weerbericht. En het anker wordt gelicht. Jij drijft weg met de haven in zicht. Jori, is het voor jou altijd een droom geweest om te zingen? Ja, zeker. Ik was acht jaar toen begon ik met zingen. Dan heb ik bij een jonge zanggroep gezongen, de Berries uit Delft. Daar heb ik tot mijn 15e bij gezongen, of 14e. En sindsdien was het, toen ik er van af was, ja, dacht ik van, ik word vast nooit een zanger. En toen ben ik gaan voetballen, toen had ik hoop om voetballer te worden. Dus, bij Ajax of zo? Bij Inter Milaan. Bij Inter Milaan, ja, dat kan natuurlijk ook. Nee, dat zou fantastisch geweest zijn als we bij Ajax hebben gespeeld, zeker. Ja, dat is natuurlijk heel spannend. Je bent doorgebroken in Nederland. Hoe ben je doorgebroken? Met Cassie Cano. Hoe kom je aan dat liedje? Ja, ik ben toen in Colombia geweest. Toen ik terugkwam had ik een cd'tje gekregen van een tante van mij. En daar stond Cassie Cano. En dat was eigenlijk een hele oude versie ervan. En, ja. Het was een cover, zeg maar. Het was een cover. En toen heb ik het opnieuw gearrangeerd. En wij, een heel team natuurlijk, opnieuw gearrangeerd. Ik had het eigenlijk speciaal voor mijn moeder in Colombia opgenomen. Gewoon simpel als herdenking. Ja. En op een gegeven moment zeiden mensen, het is een hartstikke leuk liedje, daar moet je wat mee doen. En zodoende, toen heb ik meegedaan aan het programma Your Big Break. En hoeveel cd's zijn er van verkocht? Ik zou het niet eens weten, iets van 350.000 of zoiets. Dus, dat is prima. Ja, dat is fantastisch. Het is een driedubbel platina, geloof ik. Jody, je bent opgegroeid in Delft. Ja, dat klopt. Je zingt Latin music. Ja, zeker. Ik heb toch Latin music in mijn hart. Ik ben geadopteerd, ik kom uit Colombia. Ik ben echt een Zuid-Amerikaanse jongen. Ja, zeker. Is mijn roots. En zal ik ook altijd wel blijven zingen, ja. En jij hebt ook je biologische moeder ontmoet. Hoe is dat gegaan? Ja, dat was fantastisch. Ik was vorig jaar december, niet afgelopen, maar vorig jaar. En 2000 was dat. Heb ik daar een millennium gevierd. En mijn tweede kerstdag ben ik daar aangekomen. En dat was fantastisch. Toen zag ik haar voor het eerst. Dus ik ben toen eigenlijk geboren voor haar ook. Yeah. Dus ik ben eigenlijk een kerstkindje ook, een klein beetje. En nog steeds in contact? Ja, nog steeds. Elke zondag bellen we. Dat zijn leuke dingen. Jody, ik zie de haven van Urk. En dat betekent dat wij richting haven gaan, want we gaan daar een miniconcert geven. Lijkt me hartstikke leuk. En dan gaan we leuk spelen voor de mensen in Urk. Fantastisch. Urk is alweer de vierde haven die we bezoeken met ons schip. In het plaatsje wonen ongeveer 15.000 inwoners, van wie een groot deel nog steeds in de visserij werkt. Het vissersmonument is daar een bevestiging van. De Urkse vrouw kijkt achterom naar zee om haar mannen een behouden vaart toe te wensen, maar vooral een behouden thuiskomst. Aan de kade staan de toeschouwers inmiddels te wachten op het miniconcert. Let's make music! Hallo Urk! Hebben jullie er zin in? Ja!
Dan starten we dit miniconcert met Come On and Dance. Stars shine bright on the boulevard de Puerto. I sense of loving in the air. I see it in your eyes, con fuego. La luna smiles, beaming out good vibrations. Let's sneak up to a hideaway and join a private late night show.
Dankjewel Jody. En we gaan verder, dames en heren, met een rock'n'roll medley. Here he is. Yeah.
Dankjewel! Dankjewel. We gaan verder feesten met Guus Meeuwis en Van Hand met Verliefd Zijn. Het was 7 jaar geleden, midden in Parijs. Onderaan de trap van een oud paleis. En ik keek in je ogen, jij en die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand. Die maand die werd een jaar en toen pas kusten wij elkaar. Voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. We waren veel te jong toen en wisten niet van houden van. Nou, 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 nou. Oh, je zei we blijven vrienden, dat vond ik een cliché. We eindigen relaties in een film altijd mee. Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt. Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid. Maar dat bleek niet te werken, je praatte niet met mij. Waardoor ik in een hoekje zag, je zien mezelf zei je ja, ik wil hier niet blijven, de afscheid met een traan. Van beide is het beter als ik even weg zou gaan. Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. We waren veel te jong toen de, en is er niet van houden van. Nou, nee, nee. Nu zijn we al ouder en wijzer bovendien. En hebben al wat meer van de wereld kunnen zien. Ik werd opnieuw verliefd, want daar wist ik al wat van. En later dan toch geleerd dat ik met iemand houden kan. En is er niet van houden van. En verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. Wat waren we nog jong toen. En is er niet van houden van. Nou nee, nou ja, wie weet misschien vandaag. En ik kom wel aan al. Tadeo, 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 yeah, ja, nou, 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 nou. Wat verliefd zijn is veel leuker. We waren veel te jong toen en is er niet van houden van. En wat verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. Wat waren we nog jong toen en is er niet van houden van. Dankjewel. Dankjewel. Zijn we tot het einde gekomen, dames en heren. U bent een geweldig publiek. We sluiten nog niet af. Want volgende week zijn we weer in Horen met Carola. Helmoet Lotti en Anita Meijer. En we sluiten af met Baby Voulez-vous.